Voor mij was eigenlijk muziek beginnen een heel, heel logische keuze, want ik ben geboren in een heel muzikale familie. Mijn beide ouders zijn beroepsmuzikanten en ik heb 4 oudere zussen die toen ik geboren werd, waarvan er al 2 bezig waren met muziek. 1 van mijn 4 zussen speelt ook harp. En de reden waarom ik daarvoor gekozen heb, is omdat zij mij altijd liet proberen toen ik klein was. Dus wanneer zij een jaar of 7, 8 was, heeft zij voor harp gekozen. En ik was toen 3, 4 jaar. En ik vond dat zo leuk en zo fascinerend om daarnaar te kijken. En zo heb ik eigenlijk heel spelenderwijs die harp leren kennen. Om de zoveel weken is iets opgespeeld, terwijl dat ze erbij zat natuurlijk. En 2 jaar later mocht ik zelf een instrument kiezen. En ik wilde echt per se ook harp doen. En ik weet nog dat mijn oudste zussen zeiden, dat kan niet, je kunt niet hetzelfde doen als je andere zussen. We spelen allemaal iets anders, je moet ook iets anders doen. Maar ik was al zo gewoon om aan die harp te zitten dat ik dat echt mijn instrument vond. En ik wilde helemaal niet veranderen. Uiteindelijke beslissing om het professioneel te spelen is redelijk laat gekomen, omdat ik mij daar niet te hard op wilde vastpinnen. Ergens in de loop van het 6e middelbaar. Maar eigenlijk wist ik vanaf mijn 14e wel dat ik dat eigenlijk wilde doen. En dat was vooral denk ik dankzij de muziekstages aan het Conservatorium van Antwerpen. Waar je dus een 4-tal dagen volledig wordt ondergedompeld, elke dag les krijgt van de docenten van het conservatorium. Dus op een hoog niveau. En ik vond dat zo geweldig om daar zo diep op in te gaan en om zoveel te moeten verbeteren in zo weinig tijd, maar dan ook echt te horen dat dat verschil maakte. Dat ik dacht, oké, dat is wat ik wil doen. Ik denk dat de keuze om professioneel te spelen iets is waar je goed over moet nadenken. Want als je het niet 100% wil, dan denk je dat het een lastige keuze is. De jobs liggen niet per se voor het rapen. En je moet echt wel genoeg doorzettingsvermogen hebben om ook echt tot het uiterste te willen gaan. In de conservatoria wordt er vaak gezocht naar perfectie, die bereik je nooit. Maar er wordt wel op gehamerd dat je daar zo dicht mogelijk bij komt. Als je dat niet 100% wil, dan is het denk ik moeilijk om de wilskracht op te brengen. Om daar echt elke dag voor te studeren. Maar natuurlijk, als je dat wel 100% wil, dan is dat alleen maar super tof. Want dan kun je elke dag met je passie bezig zijn. En hoe enthousiaster je zelf bent, denk ik ook, hoe makkelijker je je weg zult vinden daarin. Als ik zeg dat ik harp speel, dan denk ik dat de meeste mensen iets voor zich zien dat heel lieflijk is en heel... Ja, een beetje cliché, dus dat probeer ik af en toe ook wel te doorbreken. Ook in het spelen zelf, want de harp is niet gelimiteerd, dat mag er deel van uitmaken. Maar daar zit de limiet niet. Dus ik probeer dat vaak toch wel open te rekken. Ik denk dat muziek een manier is om jezelf uit te drukken. Daarom niet concreet. Ik probeer er niks concreets mee te zeggen. Maar het is wel een manier om alle emoties die je voelt, alle indrukken die je hebt gehad, om die op een of andere manier te verwerken en naar buiten te brengen. En dan is het wel mooi om gewoon daar iets moois van te maken, om dat dan weer te kunnen presenteren aan de mensen. Maar ja, ik heb al zo lang muziek gehoord dat het gewoon ook een deel van mij is. En ik heb dat nodig om daarmee bezig te zijn, op welke manier dan ook.